Ja, niet te laat, Lucas. Randje buitenspel voor Jahan Baks. Die is er nu door, daar is de 1-0. Oh, hij laat het aan Hendriksen en die rolt binnen. 1-0 AZ. Wat een terloopse goal ze. Mag Wout Weghorst op zijn verjaardag toch nog scoren. En dat doet hij. 2-1. Hij geeft zichzelf en zijn club op zijn 24e verjaardag dit cadeautje. Wat een weergeloze goal van Marcus Hendriksen. Na dik 25 minuten komt de AZ op 0-1. En gezien de mogelijkheden die er zijn geweest, dan is dat niet heel verrassend. Kleine 7 minuten voor tijd pakken de Alkmaarders de voorsprong. En via een been vliegt hij erin. Een prima slim paasje van Jahan Baks. De voorzet is niet op maat, maar wordt wel op maat gebracht door Golla, die die bal verlengt. En dan is het een fraaie snoekduif, Deb Nikkels Bakhuis. En het is 1-0. Ja, nu ligt het echt helemaal open. En is de ruim baan voor Fred Friday. Die kan hem op Jahan Baks geven. Dat doet hij. Nou, nu dan. Het doelpunt voor Jahan Baks. Ja. Zoveel kansen gemist. Deze was niet meer te missen. Het is 2-0. Dat is een goed idee. En nu het vervolg. Dat komt er niet. Herkansing via Jahan Baks. Jawel. Plotseling voor de linkerbal. Jahan Baks. Garcia kan de wedstrijd in het slot gooien en doet dat. Maar hij maakt het knap af. De international van Trinidad en Tobago schiet AZ hier naar 2-0. En die bal valt voor Weghorst en zit erin. Het is 1-0 voor AZ. Weghorst scoort. Daar zit een hoofdpas op bij. Want het gaat helemaal niet zoals verdacht, deze corner. Maar het is wel een verdiende voorsprong. Want AZ is gewoon sterk. Weghorst, Til. Op van Til en die schiet hem erin. Bij zijn debuut in de Eredivisie maakt hij de 2-0 en is het ook meteen beslist. We zagen hem al in Europa, we zagen hem al in de tweede divisie. Nu zien we hem op het hoogste niveau in Nederland en hij scoort. Geweldig afgemaakt door Guus Til. En de wedstrijd hiermee natuurlijk wel gelopen. En zo zet AZ de goede reeks in de competitie voor. Nu oog in oog met Theo Zwarthoed. Weghorst, daar loopt het schot en 1-0. Het is een treffer die eigenlijk niet kon uitblijven. Hij heeft nog weinig echt grote kansen gehad. Maar ja, dit is natuurlijk een buitenkansje voor Wout Weghorst. Haps, alsnog aan de bal. Terug naar Bellassani. Dan zou er toch een voorzet moeten komen. Dit wordt een laag, strakke voorzet. En dat betekent de 2-0. Wat knap uitgespeeld dit, zeg. Daar verrast Ilias Bellassani de complete defensie van Go Ahead door die bal snoeihard laag. Bellassani, de goede bal en goal. Doelpunt van Guus Til. Scoorde al voor AZ in deze competitie. Vandaag mag hij voor het eerst beginnen van der Brom. En het is al raak na 6 minuten. Guus Til, 18 jaar.